Eerst gaan ze de hele streek door en uiteindelijk landt het in Nijmegen. De najaarskermis. Vandaag is begonnen met het opbouwen van de vele attracties die zaterdag opengaan. Dan kan heel Nijmegen volop genieten van alles wat de kermis te bieden heeft. Een dag eerder opent Nimmerland de deuren. Een combinatie van een pretpark en een festival. Nog 2 of 3 weken en dan zijn de schilders klaar met het overschilderen van sportcentrum Arcus in Wijchen. Het bedrijf is daar begin juli mee begonnen en is daar nog steeds mee aan de gang. Inmiddels zijn de voor- en achterkant zo goed als klaar, net zoals 1 zijkant. Andere zijkant moet het schildersbedrijf nog voor een groot deel overschilderen. Omdat er ook extra beplanting moet komen, lopen de totale kosten op tot ongeveer 2,5 ton. Sporthal Arcus organiseert op maandag 9 oktober een informatieavond over het project Zonnedak Arcus. Op het dak van het sportcentrum is plaats voor 1200 zonnepanelen. Aan het einde van die avond start de inschrijving voor het project. Aanstaande zondag vaart het pontje tussen Beuningen en Slijk-Ewijk voor het laatst. Daarna is het vaarseizoen definitief afgelopen. Sinds april kunnen voetgangers en fietsers snel de Waal oversteken met het veerpontje. In de laatste week mag zelfs iedere tweede passagier gratis mee. Ook andere veerboten, zoals die tussen Druten en Dodewaard, meren zondag voor de laatste keer dit jaar aan.